Er gaan opnieuw geruchten dat het niet goed gaat met Kim Jong-un. Hij is veel te zwaar en heeft daardoor last van hoge bloeddruk en diabetes. Zijn opvolger lijkt alvast bekend, zijn 11-jarige dochter. En iemand die eigenlijk best wel heel veel weet van Noord-Korea, kunnen we wel zeggen, is Marcel Vink, voormalig verslaggever Oost-Azië. Ja, klopt. Ja, ja, ja. Marcel, het is niet de eerste keer hè, dat het verhaal rondgaat dat het niet goed gaat met Kim Jong-un. Wat is er nou precies met hem aan de hand en hoe gaat het echt? Ja, de verhalen over de gezondheid van Kim Jong-un zijn al zo oud als de weg naar Pyongyang, zou je kunnen zeggen. Het eerlijke antwoord is, we weten het gewoon niet. Nee. Ik bedoel, er is natuurlijk heel weinig informatie uit Noord-Korea die naar buiten komt. Soms komt er wel eens wat naar buiten, maar dan is het de vraag van hoe betrouwbaar het is. En zeker al het nieuws rond de grote leider. Ja. Wordt angstvallig geheim gehouden. En natuurlijk al helemaal als het over zijn gezondheid gaat. Kijk, we weten wel, hij lijdt inderdaad, hè, je gaf het aan diabetes, hoge bloeddruk. Hij schijnt 140 kilo te wegen. Nou is hij 1,70 meter, dus dan kun je wel een beetje inschatten dat zijn BMI niet heel erg iets te hoog. Goed uitslaat in dat opzicht. Kijk, we weten bijvoorbeeld ook dat in de coronatijd, hij heeft heel lang geprobeerd om corona buiten de deur te houden. Dat is uiteraard niet gelukt. Veel mensen gaan ervan uit dat hij ook corona heeft gehad en dat hij daar heel erg ziek van is geworden. En ja, dat gebeurt natuurlijk bij mensen die ontzettend zwaar zijn. Dus we kunnen wel stellen dat het niet goed gaat met zijn gezondheid. Maar wat er precies is, ja, dat is toch een beetje state secret, zou je kunnen zeggen. Ja, maar waar komen deze geruchten dan nu weer opnieuw vandaan? Nou ja, goed, af en toe zien we natuurlijk wel beelden van hem. Hè. Hij komt natuurlijk wel eens bij grote staatsevenementen. Als er weer eens een of andere raket in de lucht wordt geschoten, is hij daar vaak bij. En dan zien we hem, hè? Dus dan kunnen we ook zien hoe hij eruit ziet. En dan zie je ook dat hij gewoon echt veel te zwaar is. Je ziet ook vaak dat hij heel moeilijk loopt. Dus daar kunnen we wel een beetje uit afleiden dat het gewoon niet goed met hem gaat. En er zouden ook medicijnen besteld worden voor hem. Nou ja, dat klopt. Kijk, de medicijnen uit Noord-Korea, die neemt hij niet. Hè. Dat heeft er ten eerste mee te maken dat hij twijfelt aan de kwaliteit ervan. Dus hij heeft liever medicijnen uit het buitenland, sigaretten ook trouwens, maar medicijnen uit het buitenland. Het heeft er ook mee te maken dat hij bang is dat er misschien met medicijnen gerommeld kan zijn. Ja. Door mensen die hem uit de weg zouden willen ruimen. Dus er heerst een enorme angst bij hem dat hij om het leven wordt gebracht. Hè, door externe, maar ook door interne. Hè, dus mensen uit zijn eigen omgeving. Nou, dat is de reden dat hij liever medicijnen laat overkomen. Maar daarbij natuurlijk ook gewoon de kwaliteit ervan. Ja, maar laat hij dan ook mensen die medicatie eerst proberen voordat hij dat zelf neemt? Of gaat dat een stapje te ver? Dat gebeurt zeker. En dat gebeurt ook bij bijvoorbeeld drank. Hè. Ik bedoel, hij is een enorme liefhebber. Hè. Gaan we weer over zijn gezondheid. Hij rookt natuurlijk heel veel. Hij schijnt sigaretten te roken van het merk Yves Saint Laurent. Hè. Dus dat zou je designer sigaretten kunnen noemen. Nou. Als het gaat om drank, dan is hij een fervent liefhebber van brandy, van het merk Hennessy of van Black Label Scotch whisky, hè? Dat is niet de allerduurste, maar wel een hele dure variant van deze whisky. Dus, en dat laat hij dan inderdaad proeven door mensen om te voorkomen dat hij op dat moment vergiftigd wordt. Hè? Dat er iets in die drank is gedaan voordat het hem wordt gegeven. Dus die angst is er bij hem. Ja. Maar als hij eenmaal weet dat het vertrouwd is, ja, dan drinkt hij er ook flink op los. En hij heeft zelf ooit een keertje geroepen dat hij 10 flessen Bordeaux wijn in één avond heeft gedronken. Moet ik ook een beetje bijdragen aan zijn imago van onsterfelijkheid. Dus hij is bang, maar aan de andere kant geniet hij ook van het goede leven. En ja, dat heeft dan weer invloed op zijn gezondheid. Ja, maar dat is eigenlijk ook wel een beetje cru, kun je zeggen. Want het merendeel van de bevolking leeft gewoon in armoede in Noord-Korea. Ja, nee, dat klopt. Ik ken weinig andere Noord-Koreanen die 140 kilo wegen. Dus ze moeten het met heel weinig eten doen, inderdaad. Maar ja, goed, er is natuurlijk een hele cultus van dat hij de grote leider is. Dat hij goddelijke gaven heeft. Er is natuurlijk een zeer restrictief beleid. Hè. Iemand die kritiek uit op het regime, die kan het in de meeste gevallen niet meer navertellen. Nee. Dus het klopt, maar eigenlijk durft niemand er wat van te zeggen. Omdat, dan ben je gewoon letterlijk je leven niet zeker. Dus het plaatje naar de buitenwacht, hè. We zien natuurlijk wel eens van die parades en dan zien we die mensen heel vrolijk en dan zien we ze zwaaien met vlaggetjes en lachen. Ook huilen hè, natuurlijk hè, van ontroering, omdat ze de grote leider zien. Ja, het is natuurlijk gewoon één grote poppenkast, want de mensen die lijden natuurlijk op een ongelofelijke manier. Dus in dat opzicht is het heel wrang, ja. Nou moet zijn 11-jarige dochter zijn opvolger worden. Tenminste, die geruchten gaan. Ja, klopt. Ja, die geruchten gaan. Het gaat om zijn 11-jarige dochter Kim Ju-Ai. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar dat zou het ongeveer moeten zijn. dat gerucht komt er ook een beetje uit voort, omdat zij al een aantal keren is gezien bij juist die evenementen die ik net noem. Dus die militaire parades, nationale feestdagen, bij het testen van wapens bijvoorbeeld, ja, het lanceren van raketten. Daar is zij te zien en daar wordt dan een beetje uit afgeleid dat zij mogelijk de troonopvolger kan worden. Want dan wordt ze een beetje klaargestoomd voor het werk. Wat op zich wel een beetje gek is, want het gaat normaal gesproken om zonen die veel belangrijker zijn. Het is natuurlijk een heel patriarchaal systeem in Noord-Korea. En het oudste kind van Kim Jong-un, dat is een zoon. Dus het is niet helemaal duidelijk waarom die zoon niet in beeld is. Maar opnieuw, dat weten we ook niet, omdat daar eigenlijk heel weinig over bekend wordt gemaakt. Van haar zijn beelden in ieder geval beschikbaar. Van die zoon is dat bijna niet. Hè? Dus ja, het is een beetje de vraag waarom die zoon niet in beeld is en waarom nu die dochter ineens naar voren wordt geschoven. Dus ik zou het heel opmerkelijk vinden. Ja. Maar ja, we kunnen natuurlijk niet uitsluiten dat er toch een bepaalde reden is waarom zij dan zijn opvolger zou moeten worden. Ja, en wanneer dat is, weten we natuurlijk niet. Want dat gaat pas spelen op het moment dat hij overlijdt. En ja, wat ik al zeg, hij wil toch een beetje het imago van onsterfelijkheid wil hij hoog houden. Dus hij zou ook wel eens heel oud kunnen worden. Ja, dat moeten we afwachten. Ja, ik wil nog heel even bij zijn dochter. Want we weten zijn zus, daar hebben we al vaker hier gesprekken ook over gehad. Die is echt meedogenloos. Die is zeker, die schijnt nog erger te zijn dan Kim Jong-un. Ja. Weten we daar iets van zijn dochter? Is zij ook zo? Of... Nee, dat weten we niet. Kijk, de dochter is sowieso 11 jaar, hè? Dus is echt nog een kind en moet ook, als zij in die positie zou komen, daarvoor klaar worden gestoomd. Kijk, we weten bijvoorbeeld dat ze gek is op paardrijden, op zwemmen, op skiën. Nou, paardrijden, dat is heel belangrijk in Noord-Korea. Daar schijnt ze ook heel erg goed in te zijn. Paarden, vooral witte paarden, worden heel veel gebruikt in de propaganda van Noord-Korea. Kim Jong-un beweert dat hij meerdere keren per jaar op een wit paard de Paektu beklimt. Hè, dus de heilige bergen van Noord-Korea. Dus paardrijden is heel belangrijk. Daar is zij goed in. Dat beeld wordt dan ook heel erg uitgedragen. Ja, en dat is eigenlijk het enige wat we van haar weten. Ja. Ze schijnt thuisonderwijs te krijgen en nog steeds te krijgen. Dus heeft niet op een school gezeten. Ja, en veel meer over haar is er eigenlijk niet bekend. Nou hebben we het over zijn zoon gehad. We hebben het over zijn zus gehad. Ja. We hebben het over zijn dochter gehad. Ik kan me voorstellen dat dat dus ook een beetje, nou ja, ordinair ellebogenwerk wordt als hij er niet meer zou zijn. Ja, dat zou kunnen. We weten natuurlijk niet welke machten er op dat moment gaan spelen. Kijk, op het moment dat er iemand op de troon zou komen die pas 11 jaar is... Ja, dan wordt zo iemand natuurlijk wel begeleid. Hè. Dat gebeurt vaak door familieleden die wel weten hoe dat aangepakt moet worden... Hè, volgens het bekende Noord-Koreaanse systeem. Maar ook dat is eigenlijk heel riskant, want we hebben al eens eerder een oom gehad, oom Tak van Kim Jong-un. Die heeft hem ook geholpen in de periode dat hij zijn vader had opgevolgd. Nou, hij is uiteindelijk ontmaskerd als spion, hè. Dat is een beetje het verhaal dat de ronde doet. En hij is op een gruwelijke manier aan zijn einde gekomen. Was het gevierendeeld? Of was er zijn allerlei verhalen dat hij gevierendeeld is door paarden. Er wordt ook beweerd dat hij door een roedel hongerige honden dat hij is gevoerd. Er is beweerd dat hij door een antitankraket is beschoten. Nou, dat zijn allemaal verhalen. We weten niet of dat klopt. Er gaan heel veel verhalen de ronde, waarvan er ook heel veel natuurlijk niet waar zijn. Ja. Maar dat is dus het is zeker een slangenkuil. Want daaraan kun je zien wat er met je gebeurt op het moment dat je de schijn tegenkrijgt. Want meer hoeft het niet te zijn. Ja, dan is het een beetje de vraag wie wil zich daarin mengen. Wie wil zich opwerpen als zeg maar, de mentor een beetje van een 11-jarige dochter. Ja, ik zou het niet willen, maar goed, ik zit niet in die positie. Nee. En, er zullen ongetwijfeld mensen zijn die het wel gaan doen, maar ja, het is levensgevaarlijk. Ja, tot slot, laatste vraag. Noord-Korea, we zeiden het al, een oude mannenbolwerk kunnen we wel zeggen. Hoe groot denk jij dat de kans is dat er een vrouw aan het roer komt te staan daar? Ja, ik zou zeggen, ik acht de kansen niet zo groot. Juist omdat hij natuurlijk een zoon ook heeft. Hè, en die zoon die wordt in de luwte opgevoed. Hè. Er is ook weinig tot geen beeld van hem beschikbaar. We weten er weinig van. Dat kan er ook op duiden dat hij in alle stilte wordt voorbereid. We weten ook natuurlijk niet precies welke bronnen nu met deze dochter op de proppen zijn gekomen. Ja. Dus het zou natuurlijk kunnen. Het meest logische scenario is dat de zoon het wordt. Maar ja, we kunnen niet uitsluiten dat er iets rond die zoon speelt, waardoor het toch zijn 11-jarige dochter wordt. Dus ja, opnieuw, we zullen het moeten afwachten. Marcel Vink, dankjewel.